Ja, ja, ik, ja, nou, er zit er eentje lijfje tegenover me, Chris Koppers. Een semi. Een semi-Limburger. Ja. Ja. Chris Koppers, ken je die Henry? Henry, ben je er nog? Ben je er nog, Henry? Ja. Ken je Chris Koppers? Nee, niet. Oké. Maar hij is slager in Horst. Horst in Limburg, ja. Ja. Maar goed, jij kent Henry? Ja, eigenlijk niet echt alleen van zien. Als ik hem tegenkom, zou ik niet weten. Maar ik heb wel eens op internet wat van hem gezien. Ja, hij heeft meegedaan aan Popstars. Ja. In Nederland hier zo. Ja, ja. Heeft hij net niet gewonnen. Maar dat maakt niet uit. Als ze meedoen is dat belangrijk. Dat winnen vaak. Inderdaad. Zeg Henry, wat heb je allemaal gevonden in de showwereld? De telefoonverbinding is niet optimaal, Henry, op dit moment. Dus ik weet niet of ik je... Kun je mij goed horen? Ik kan u goed horen. Jij kunt dus goed horen. Ik kan je goed horen. Kun je mij goed horen? Ja, ik kan jou goed horen, ja. Ja, nu wel. Ja. Ja. Heb je mee gekregen wat ik net gezegd heb? Ja, niet helemaal. Nee, in ieder geval dat Mike Brothers, waar de club dat zegt, geëerd. 100ste verjaardag of zo. Zeg Henry, wat heb je nog meer ontdekt? Ja, ik heb gezien dat door een derde horecazaak geopend. Ik dacht, ja, als je stopt met zien, moet je dat doen natuurlijk. Toen dacht ik, daar ga ik een horecazaak bij. Hij heeft nog gezellig afgezet, ik heb het gegeven, en het kan carrière. Maar ja, dat weet ik niet, de wijze van het gaan vuren. Een horecazaak dus voor Gordon. En FRS, wat heb je nog meerdere interessante dingen gevonden? Nou, ik zie het wel even dat de operatie van de zoon van Michael Clay, die is in Scheidhoek, en dat ga ik deel al in deze handeling terug. En met een reactieve handeling, en de periode van dan van social media. De kinderen die spreekt en de keuze wordt dat eigenlijk zijn ook. Oké. Goed, Henry. De telefoonverbinding die hapert hier toch enigszins. Ik denk toch dat we het hier even wel moeten laten kijken wat er aan de hand is. Gaan we volgende week verder praten over wat je allemaal hebt meegemaakt. Je zegt dat je terug bent in Nederland. We praten hier een keertje wel aan tafel verder wat er allemaal is gebeurd daar zo in Duitsland. En wat de resultaten daarvan zijn. Komt allemaal goed. We hebben een fijn weekend, hè? Hey joh, fijn weekend en tot volgende week, hè? Tot volgende week. Groetjes. Groetjes. Hoi, hoi. Hoi. Goed, hier aan tafel zit nog steeds Chris Koppens. We kijken naar de klok. We hebben nog een lied. Heb je nog een lied op dat album staan, Chris, waarvan je denkt van, dat is echt,
Nou, Elita, dat wil ik nog wel eventjes nog was, ja, aanstrepen. Tuurlijk. Wat even nog aangehaald moet worden. Ja, tuurlijk. Nou, nummer drie. Dat is heet Jij Denkt. Jij is denkt, een, ja. Maar het is gewoon een actualiteitsliedje. Hoeveel mensen in relatieproblemen, wat met bedrog en noem maar op en zo. Dus ik had het met Manfred over. Ik zeg, hoe kunnen we dat iets in die geest? Hij zit in dit. Hij zei, ik weet nog iets moois zitten, gaan we dat maken. Dus een beetje, ik wou dat in de stijl hebben van à la Wesley Bronkhorst hadden. Mm-hmm. Rustig beginnen en tempo en zo. Met dan een mooi accordeon erin en zo. En er is Jij Denkt uitgekomen. Ga beluisteren. Ja, leuk. Jij Denkt, Chris Koppens. Op zijn nieuwe album, Stralend.